Mijn naam is Saskia Langhoorn. Ik ben artistiek leider van Festival Dag in de Branding. De laatste editie van dit seizoen zal plaatsvinden langs de kust, in de duinen en zelfs met de voeten in de zee. Ik heb de natuur gekozen als achtergrond voor twee hele bijzondere composities van twee even zo bijzondere componisten. Eén daarvan is Anna Korsoen. I'm excited to be here today. I've just discovered this wonderful place and already got inspired for the new composition for the festival. This composition will include 20 performers with megaphones. My performers are going to move around and through the audience so that every listener will have possibility to experience his own perspective of the sound. So I really hope I will come back here in June and see this project happen. De nieuwe compositie van Anna zal hier in het hemelsgewelf opborrelen vanuit de aarde en door een megafoonkoor uitgeschald worden de hemel in. Wat mij ook fascineert aan haar muziek is dat zij altijd op zoek is naar nieuwe geluiden op hele onorthodoxe wijze. Datzelfde doet Maxime ook in zijn werk. I'm going to compose piece based on the book by Julio Cortázar called All Fires the Fire. I would like to lead audience with this music from something unknown, which can be experienced as someone is hugging you, and then you just forget about yourself, forget about what is around, you just enjoy it. Wat ik zo bijzonder vind aan de muziek van Maxime is dat hij nieuwe geluiden probeert te vinden in traditionele instrumenten. Dit samenvoegt in een prachtige compositie die vaak heel spiritueel van aard is. Ik hoop dat we samen met u op 29 juni aanstaande deze editie kunnen realiseren en deze bijzondere twee componisten een uniek podium kunnen bieden hier in de Haagse duinen.